Apocalypse chapitre 20. Openbaring 20. Nous lisons à partir du verset 11. We lezen vanaf 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de la de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui sont en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Amen. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Openbaring 20, we beginnen 11 tot met 15. Toen zag ik in een grote witte troon en hem die daarop zat, de aarde en de hemel vluchten van hem weg en verdwenen in het niks. Ik zag de doden, jongen en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend. Het boek van het leven. De doden werden op de grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af. En ook de dood en het dodenrijk stonden hun doden af. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de doden en het dodenrijk in het vuurpool gegooid. Dit is de tweede dood. De vuurpool, wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpool gegooid. Amen. Halleluja. Amen. Hier, je disais au frère, gisteren zei ik tegen een broeder, pendant la réunion de réveil, tijdens de andere opwekkingprogramma in Frankrijk, disais, ne dormez pas. Ik zei tegen de broeder, slaap niet. Quelques-uns commençaient à dormir. Want sommige mensen vielen in slaap. Et ils ne comprenaient pas pourquoi je leur disais cela. En ze begrepen niet waarom ik dit zei. Parce que Dieu m'avait montré des sorciers, des démons qui envoûtaient les gens pendant l'enseignement. God liet me zien dat de hekserij, tovenaars, mensen in de gemeente aan het verleiden waren. Qui sont ceux qui ont suivi la réunion de réveil hier? Wie zijn degenen die gisteren hebben gevolgd? De opwekkingprogramma van gisteren hebben gevolgd. Vous avez vu comment les démons me voulaient me taper? Hebben jullie gezien hoe de demonen mij wilden slaan? Donc ne dormez pas. Slaap niet, val niet in slaap. Amen. Amen. Si vous sentez le sommeil commence à vous prendre, surtout ne vous faites pas ça. Als je voelt dat je wilt slapen, levez-vous. Sta op. Amen. Amen. Ne vous laissez pas faire. Tiens, ton voisin ne te laisse pas faire par le sommeil. Laat je dit niet gaan. Laat je dit niet gebeuren. Alléluia. Amen. Nous allons parler du jugement du grand trône. Vandaag zullen we spreken over het oordeel van de troon. Paul dit. Paulus zei, que Dieu va juger les actions secrètes des hommes. God zal de geheime daden van mensen oordelen. Amen. Amen. Je voudrais que tu saches. Ik wil dat je dit weet. J'aimerais que tu saches. Ik wil dat je dit weet. Tout ce que tu penses. Alles wat je denkt. Tout ce que tu dis. Alles wat je zegt. Tout ce que tu fais. Alles wat je doet. Tout est enregistré là-haut. Alles is opgenomen boven. Tout. Alles. Toutes les fois où tu as avorté. Elke keer wanneer je een abortus had gepleegd. Toutes les fois où tu as fait avorter. Elke keer wanneer je abortus had gepleegd. Toutes les fois où tu as rejeté Dieu. Elke keer wanneer je God weigert. Tout est enregistré. Alles is opgenomen. Regardez. Kijk goed. Nous avons beaucoup de témoignages ici. Wij hebben heel veel getuigenissen van mensen. Des gens qui nous disent. Mensen die vertellen. Quand, avant de faire un accident, par exemple. Voor ze een ongeluk hebben. Ils ont vu défiler devant leurs yeux. Toute leur vie. Hebben ze voor hun ogen al hun leven gezien? Wie heeft nou hierover gehoord? Tout est enregistré. Alles is opgenomen. Il y a des anges, er zijn engelen au ciel, in de hemel qui ont la mission d'écrire dans les livres dès la conception de notre conception toutes nos œuvres, toutes nos actions. Ze hebben de missie om over ons leven te schrijven, van het begin al, vanaf ons geboorte.
Beaucoup pensent que Dieu ne les voit pas. Velen denken dat God hun niet ziet. Tu peux mentir aux hommes. Je kan tegen een mens liggen. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Maar je kan niet tegen God liggen. Je veux que tu saches aussi une chose. Ik wil dat je dit weet. Qui t'échappe souvent. Qui nous échappe souvent. Que nous oublions souvent. Wat wij elke keer vergeten. C'est que tu mourras un jour. Dat je ooit zal sterven. Je veux que tu l'intègres. Ik wil dat je dit onthoudt. Dans ta tête. In je hoofd. Dans ton cœur. In je hart. Que tu sois riche. Ook al ben je rijk. Pauvre. Arm. Blanc, noir. Ook al ben je donker, ben je wit. Tu as un rendez-vous avec Madame la Mort. Je hebt een afspraak met mevrouw Dood. Alléluia. Amen. Et comme je le dis souvent. Wat ik altijd zeg. À chaque fois que tu souffles sur un bougie. Elke keer wanneer je op een kaas blaast. Tu dois te dire. Moet je tegen je zeggen. Deux choses. Twee dingen. Premièrement, het eerste. C'est comme ça que Dieu va souffler ta vie. Zo is het ook hoe de Heer jouw leven gaat blazen. Et ça va s'éteindre. En dit zal uitgaan. La deuxième chose. Het tweede iets. C'est que tu te rapproches un peu plus de la tombe. Als je gaat de graaf neer. Je komt steeds dichter bij de graaf. Est-ce que tu ne sens pas l'appel tombal? Voel je eigenlijk deze roeping niet? C'est ça, non? L'appel tombal. Voel je deze graafsteen niet? Est-ce que tu ne sens pas ça? Of voel je dat niet? Mm-hmm. Of ruik je dit niet? Tu vas mourir un jour. Je zal ooit sterven. Bon, je sais pas comment ça va se passer. Ik weet niet hoe dit zal gebeuren. Est-ce que ça va être suite à un accident et que tu vas mourir d'un seul coup? Ik weet niet hoe je misschien dood zal gaan. Ou suite à une longue maladie? Misschien zal je voor een langere periode ziek lijden. Tu vas mourir suite dans une explosion, dans une bombe, je sais ik, pas. Ik weet niet hoe je zal overlijden. Et tu vas mourir. Maar ooit zal je toch sterven. Quand nous nous regardons dans une glace, als we naar een glas kijken, nous oublions que nous sommes mortels. Wij vergeten dat wij sterfelijk zijn. Et c'est terrible, hein? Dit is verschrikkelijk. Ces gens qui prennent les avions, al deze mensen die vliegen, et qui ont des accidents, en ensuite, die een ongeluk hebben. Est-ce que vous pensez qu'ils avaient réalisé? Denken jullie dat ze wisten dat ze ooit zullen sterven? Amen. Amen. Regardez bien. Kijk heel goed. La Bible nous apprend. De Bijbel leert ons. Que la mer. Dat het meer. Et le séjour des morts. Het zee en het doodsrijk. Vont rendre les morts qui sont en eux. Ze zullen zelf de doden uitbrengen. Donc les gens qu'on jette dans la mer qui meurt. Dus de mensen die wij in het zee gooien, die doodgaan. Qui se noient et dont on ne retrouve pas les corps. Die zich verdrinken of degene die de lichaam niet worden gevonden. De Bijbel zegt. Que à l'heure du jugement dernier. De Bijbel zegt in het oordeeldag. Les eaux vont rendre les morts qui sont en elles. De zee zal zelf de doden eruit halen. Même si tu étais incinéré. Ook al was je een brûlé. Ook al was je verbrand. Et qu'on a répandu ta cendre, tes cendres partout. En je lichaam of het stof werd overal gegooid. Ce jour-là, op die dag. Ton corps sera recomposé. Je lichaam zal zich weer vormen. Afin que tu paraisses debout devant ton créateur. Zodat je tegenover God kan staan. Oh, ça va être terrible. Dit werd verschrikkelijk. On nous dit également le séjour des morts. Hier zeggen wij dat doodsrijk. Littéralement. Letterlijk. Le démon Hades. De demonen van Hades. Rendra les morts qui sont en lui. Hij zal zelf doden erwekken. Ça veut dire quoi? Wat betekent dit? Tous les païens qui meurent là. Alle zondenen die doodgaan. Ça veut dire ce qui se passe? Weten jullie wat met hun gebeurt? J'ai vécu cela plusieurs fois. Ik heb dit meegemaakt. Dès l'instant où ton âme quitte ton corps. Als je ziel je lichaam verlaat. Si tu n'as pas Dieu, en als je God niet hebt in je leven. Les démons viennent, ils prennent ton de âme. Demonen komen en nemen je ziel mee. Ils descendent avec un enfer. En ze gaan ermee naar de hel. Et les gens pleurent. En mensen zijn aan het huilen. Nee. Papa, mama. Nee, vader. Nee, het is te laat. Footballeur ou pas?
Voetballen of niet. Grand joueur ou pas. Ben je een grote speler si of tu niet. Meurs dans ce péché, als fini. Je doodgaat met zonde is het afgelopen. Top model ou pas. Ook al ben je topmodel. Tout le monde est concerné. Iedereen, het betreft iedereen. Et la Bible dit, en de Bijbel zegt. La mer. De zee. Et le séjour des morts. En het doodsrijk. Vont rendre les morts. Zullen de doden eruit spugen. La mort. Het dood. Est un démon aussi. Is ook een demon. C'est le démon le plus terrible. Het is de verschrikkelijkste demonen. Ce démon là. Deze demonen. Est à la fois imprévisible et inévitable. Hij is, je kan hem niet weerstaan. Hij is onverwacht en je kan hem niet weerstaan tegen de dood. Il ne t'annonce pas l'avance. Hij waarschuwt je niet. Hij kondigt jou niet. Viendra te prendre. Hij verkondigt niet wanneer hij komt. Il ne te dit pas prépare-toi demain, je vais te chercher. Hij waarschuwt je niet om je te voor te bereiden. Il te prend par surprise. Hij verrast je en neemt je mee. Non, mais il est mort dans son sommeil. Oh, hij is gestorven tijdens slaap. On a mangé ensemble hier. Wij hebben gisteren samen gegeten. Et on a parlé ensemble ce matin. Wij hebben vanochtend samen gesproken. Qu'est-ce qui s'est passé? Wat is er gebeurd? Ah, mais son avion est tombé. Nou, hij is gevallen. L'immeuble s'est écroulé. De meubel is gevallen. Terrible. Oh, il a fait une crise cardiaque. Oh, hij heeft een hartaanval. Et ce jour-là, op die dag, Dieu, God, va s'asseoir sur un grand trône. Zal op een grote troon zitten. Tout le monde sera convoqué. Iedereen werd geroepen. Tous les impies, les païens seront devant. Alle zondenen, alle mensen die niet aan hem geloofden. Et la Bible nous dit, en de Bijbel zegt, d'un côté, il y aura les livres de chaque homme. En aan de andere kant is een boek van ieder mens. De l'autre, il y aura le livre de vie. En aan de andere kant is een boek van het leven. Et dans le livre de vie, en het boek van het leven. Il y aura des pages vides. Zijn er lege pagina's? De feuilles vides. Lege pagina's. Pourquoi? Waarom? Parce que des noms qui devaient y figurer. Want de namen die erop moeten staan. N'y seront pas. Zijn er nog niet. À cause de la rébellion. Vanwege de rebel. Et les gens vont être là devant le trône. En mensen zullen er voor de troon staan. Et la Bible dit chacun. En de Bijbel zegt iedereen. Sera jugé. Iedereen wordt veroordeeld. Littéralement. Letterlijk. Condamné. Letterlijk is het beoordeeld. Selon ses œuvres. Volgens hun daden. Écoutez. Luister goed. Ces hommes ici. Deze mannen, deze mensen hier. Seront tous jetés dans les temps de feu. Ze worden allemaal in het vuurpoel gegooid. J'ai eu la grâce de voir une seule fois. Ik heb de genade ontvangen om dit één keer te zien. J'ai vu au moins plus de 6 fois l'enfer. Meer dan 6 keer heb ik de hel al gezien. Le lac de feu. En het vuurpoel. On me l'a fait visiter une seule fois. Eén keer heb ik het beleven. C'est horrible. Het is verschrikkelijk. C'est comme un grand volcan. Het is net als een grote vulkaan. Rempli de lave. Rempli de lave. Die vervuld is met lava. Et j'ai vu même le diable qui cherchait à se sauver de là, mais en ik zag zelf de duivel die wou zich redden, maar het lukte hem niet. Il s'accrochait aux parois, mais il glissait jusqu'au fond. Hij glimde, maar hij hield zich vast, maar hij glimde Frères, naar beneden. Soeurs, ça va être terrible. Broeders en zusters, dit wordt verschrikkelijk. Pour l'instant, op dit moment, Dieu te laisse. De Heer laat jou gaan. Hij laat jou gaan om je leven te leven. Oh, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Dit is mijn leven, ik doe wat ik wil. Dieu te la laisse. Hij laat jou. Bois. Drink. Mange. Eet. Va danser dans la boîte de nuit. Ga maar naar de nightclub. Va faire ta vie. Ga je leven beleven. Va fumer, va boire. Dieu ga te laisse. Roken en alcohol drinken. Va hij avorter. Laat jou. Dieu te laisse. Ga abortus plegen. Hij laat jou. Mais un jour, maar één dag. Dieu mettra fin à la zizanie. Zal God een eind maken. Alleluia. Amen. Et surtout ceux qui se disent chrétiens et qui sont hypocrites. En vooral degenen die zich christenen noemen, dat zijn de grootste hypocrieten. Tous les dimanches, ils sont dans les bâtiments d'église. Elke zondag zijn ze in de kerk gebouwen. La semaine, ils mentent. En door de week liggen ze. Des femmes chrétiennes se déclarent femmes seules alors qu'elles sont mariées pour avoir des allocations. Bij de gemeente zijn ze vermeld als alleenstaande vrouwen terwijl ze nog samenleven met iemand. Des voleuses. Ze stelen. La Bible est claire. En de Bijbel is heel duidelijk. Les voleurs n'entreront pas là-haut.
Dieven zullen niet naar de hemel gaan. Alleluia. Amen. De couples, soi-disant chrétiens. De couples die de christenen zijn. Quand on s'approche d'eux, maar als je naast hen gaat. Ils ne sont même pas mariés. Ze zijn eens niet getrouwd. C'est la confusion aujourd'hui. Het is het dwaas. Des pasteurs, de pastoren, Gods mannen. Ils sont pasteurs parce qu'ils ont fait la théologie. Ze zijn pastoren omdat ze de Bijbellessen hebben bestudeerd. Ils ne sont pas pasteurs parce que Dieu les a appelés. Ze zijn geen pastoren omdat ze de roeping van de Heer hebben gekregen. Et ils ont induit les gens en erreur. En ze leiden mensen verkeerd. De baptisten vont venir. En de baptisten zullen komen. Oh Dieu, je suis baptiste. God, ik ben een baptiste. Dieu dira, je ne connais pas les baptistes. God zal zeggen, ik ken jou niet. Les pentecôtistes viendront. De pinksteren zullen komen. Dieu dira, je ne connais pas les pentecôtistes. De Heer zal zeggen, ik ken jou niet. Les témoins de Jéhovah viendront. Jehovah getuigen zullen komen. Nous sommes témoins de Jehovah. We zijn de getuigen van Jehovah. Dieu dira, je connais pas les témoins de Jehovah. God zal zeggen, ik ken jou niet. Alleluia. Amen. Les catholiques viendront. Katholieken zullen komen. Ave Maria, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Ave Maria. Jésus dit, je ne connais pas Ave Maria. Jezus zal zeggen, ik ken geen Ave Ils Maria. Ils viendront avec leur chapelet. Ze zullen komen met hun kettingen. Je connais pas tout ça. En hij zal zeggen, ik ken dit Les niet. Les musulmans viendront. En de moslims zullen komen. Avec le chapelet. Ook met hun kettingen. Allah, je ne connais pas Allah. Allah en de Heer zal zeggen, ik ken Allah niet. Alleluia. Amen. Les bouddhistes viendront. En de boeddhisten zullen komen. Bouddha est où? Bouddha est où? Ze zullen komen. Bouddha est dans le feu. Bouddha is in het vuur. Alleluia. Amen. Connais pas Bouddha. Hij kent Bouddha niet. Les chrétiens évangéliques viendront. De christenen evangelisten zullen komen. Seigneur. Heer. J'ai payé ma dîme. Ik heb mijn tiende betaald. J'ai fait des offrandes. Ik heb dit en dat gedaan. J'ai fait des dons. Ik heb gaven gedaan. Dieu dira, je connais pas la dîme. God zal zeggen, ik ken geen tiende. Alleluia. Amen. Vous avez beaucoup de pasteurs commerçants ici en Hollande. Jullie hebben heel veel pastoren die eigenlijk handelaars zijn. Beaucoup de pasteurs impudiques. Er zijn heel veel pastoren die in ontucht leven. En vandaag zullen we hun uitbrengen. La vérité va arriver, va entrer en Hollande au nom de Yeshua. De waarheid zal in Nederland indringen in naam van Jezus. Amen. Dieu aime la Hollande. God houdt van Nederland. Quand je suis arrivé à la gare, toen ik aangekomen was op station, j'étais abasourdi. Ik was vervuld. Ik was. J'ai vu des femmes nues. Ik zag. Caleçon jusqu'ici. Ik was verrast. Ik zag vrouwen die half bloot waren. Wat voor een land. Oh Dieu, sauve nous. Oh God, red ons. Alleluia. Amen. Elles sont, les prostituées sont habillées décemment. Plus, elles sont mieux habillées que ces femmes. En de prostituées zijn meer, hebben meer kleed aan. En zo lopen ze. Alleluia. Amen. Oh Dieu, sauve nous. God red ons. Tu restes une heure à la gare, si Dieu n'est pas avec toi, tu tombes. Je blijft maar één uur op station. Als God niet met jou is, dan zou je vallen. Je suis arrivé à Londres. Ik ben aangekomen in Engeland. Hetzelfde. Quelles sont jusqu'ici? Korte broekjes. Quel pays? Wat voor een land. Regardez les femmes chrétiennes aussi. Kijk naar de vrouw, naar de christenen. Jeans serré. Skinny broeken. On voit le derrière. Vous trouvez ça normal? Je ziet hun achterwerk. Même moi qui suis un homme, je cache mon derrière. Ook al ik ben een man, maar ik bewaar deze. Et vous êtes chrétienne derrière en l'air? Maar je bent een christen en je bent open. Et les hommes trouvent ça normal aussi, les frères derrière leurs femmes. En broeders vinden dit normaal en lopen achter deze zusters. C'est la confusion aujourd'hui. Dit is het dwaas. Il nous faut des modélistes chrétiens. Wij hebben echte model des tailleurs chrétiens. Ontwerpers, christelijke ontwerpers nodig. Alléluia. Amen. Le problème c'est que tout le monde veut le micro dans les églises aujourd'hui. Het probleem is iedereen wil het microfoon in de kerk. Il y a pas de vision, tout le monde veut prêcher, tout le monde veut. Ze hebben geen visie meer. Iedereen wil preken in de Qui kerk. Qui réalise que c'est la confusion aujourd'hui? Wie bekent dat er dwaasheid nu is? Oh Dieu, sauve nous. God red ons.
Des footballeurs vont venir. Footballers zullen komen. Seigneur. God. Moi j'ai fait une grosse offrande hein, dans ton église. Ik heb echt een grote offer gedaan. Dieu dira mais je connaissais pas cette God zal zeggen, ik ken deze kerk niet. Mais le pasteur Jacques. Maar de pasteur Jacques. Van de Kimber là, Van Kimber, parce qu'il y a beaucoup de Van ici, Van ja. Kimber, tout ça là. Van de Berg, noem maar op. Van de Berg. Je donne là-bas. Maar ik heb het daar gegeven. Je ne connais pas cet homme. God zal zeggen, ik ken deze man niet. Seigneur. Heer, moi, je faisais du gospel. Ik heb een gospel gezongen. Je chantais pour toi. Ik heb voor jou gezongen. Je connaissais pas. Ik ken jou je niet. Ne te connais pas. Ik ken deze gospelgroep niet en ik ken jou niet. Pleurer. Mensen zullen huilen. Et Dieu va commencer à appeler chacun par son nom. En God zal iedereen op zijn naam roepen. Jacques. Oui. Ja. Ja. Kom eens hier. Là, tout le monde va trembler, hein. En iedereen is natuurlijk aan het trillen. Jacques. Tu es né le 19 mai. Je bent geboren op 19 mei. 2000. Tu es mort. En je bent dood gegaan. Le 14. Op 14. Mai. 14 mei. 2015. 2015. Tu as fait avorter trois femmes. Je hebt drie vrouwen laten abortus plegen. Tu volais. Je hebt gestolen. Et tu es mort. En je bent dood gegaan. Dans un accident. Door een ongeluk. Parce que tu venais de voler cette voiture. Omdat je deze auto wou stelen. Un jour. Eén dag. Je t'ai envoyé un de mes enfants. Had ik een van mijn kinderen gestuurd. Pour t'annoncer ma parole. Om mijn woord aan jou te verkondigen. De lui. Je maakte hem belachelijk. Tu n'as pas voulu te convertir. Je wou je niet bekeren. Et tu es mort. En je bent dood gegaan. Là maintenant c'est fini. Nu is het afgelopen. Ça va être terrible. Dit zal verschrikkelijk worden. Michel. Michel. Oui, Seigneur. Ja, Heer. Viens. Kom eens hier. Aan het trillen. Tu as fréquenté pendant 15 ans ton assemblée. Je was 15 jaar lang in jouw kerkgemeente. Tu étais une sorcière en même temps. Je was een heks. Een heks. Tegelijkertijd. Tu es tombé avec tel pasteur. Je was met deze pasteur gevallen. Tel autre pasteur. Met andere pasteur. Tu n'as pas voulu te repentir. Je wou je niet bekeren. Fini. Afgelopen. Est-ce que tu penses que le lendemain t'appartient? Denk je dat overmorgen jou behoort? Est-ce que tu penses que ta vie t'appartient? Denk je dat jouw leven jouw eigen behoort? Oh, il y en a qui diront, mais oui, mais j'ai le temps. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, ik wacht. Nous avons le temps. Ik heb de tijd, wij hebben de Qu'est-ce tijd. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Wat vertellen wij? Il y en a qui ont dit ça. Er zijn heel veel velen die dit hebben gezegd. Aujourd'hui, ils pleurent. Maar vandaag zijn ze aan het huilen. Ils sont en dessous. Omdat ze al op de grond zijn. Ils sont en bas. Ze zijn op de grond. Ils brûlent. Ze zijn aan het verbranden. Vous savez pourquoi? Weten jullie waarom? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Omdat ze niet wouden luisteren. Joseph. Jozef. Oui, Seigneur. Ja, Heer. Viens. Kom eens. Tu avais une Bible. Je had een Bijbel. Tu ne voulais jamais la lire. Je wou nooit je Bijbel openmaken lezen. Tu n'avais jamais le temps. Je had nooit de tijd voor gehad. Tu étais plus occupé à consulter ton portable. Je was meer bezig met je mobieltelefoon. Même pendant la prière. Ook tijdens het gebed. Tu prenais ton portable. Was je bezig met je mobieltelefoon. Pour regarder tes belles photos. Je was je foto's aan het bewonderen. Facebook. Facebook. Twitter. Badou. Tu es sur tous les réseaux. Je bent overal in het netwerk. Et tu n'es pas sur le réseau céleste. En je bent niet eens in het social media van God. Tu es connecté partout. Je bent overal geconnecteerd. Behalve boven. Skype, c'est toi. Op Skype ben jij. T'as des amis dans le monde entier. Je hebt vrienden overal, wereldwijd. Mais t'as pas l'ami qui est là-haut. En je hebt de vriend niet die boven is. Ça va être terrible. Dit wordt verschrikkelijk. Mathilde. Mathilde. Oui, Seigneur. Ja, Heer. Viens. Kom eens. Tu es allé dans cette assemblée.
Je ging naar deze kerkgemeente. Tu allais faire du commerce. En je ging daar verkopen. Tu allais vendre du manioc. Je ging daar dingen verkopen. Des vêtements. Je ging daar kleren verkopen. Comment c'est ton prénom? Wat is je voornaam? Ronnie. Ronnie. Oui, Seigneur. Ja, Heer. Tu avais une copine? Je had een vriendin. Oui, Seigneur. Ja, Heer. Est-ce que tu l'avais épousée? Ben je met haar getrouwd geweest? Oh, Seigneur, on était encore jeune. Nee, God, we waren nog jong. Est-ce que tu avais connu le sexe? Nou, hebben jullie samen seksuele verkering gehad voor de huwelijk? Ja, Heer. Oui, Seigneur. Ja, Heer. J'espère que... Je pense que ça va aller pour toi. Ik hoop dat het zo zal gaan voor jou. Juste un exemple comme ça. Het is mon voorbeeld. Tous ceux qui connaissent le sexe avant le mariage. Iedereen die seks heeft voor de huwelijk. Ils vont brûler. Als ze doodgaan, dan worden ze verbranden. Tu vas dans un magasin. Je gaat naar een winkel. Tu trouves de yaourt. Je ziet een yoghurt. Tu le prends. Je neemt deze. Tu les ouvres. En je opent die. Et tu commences à consommer. En je begint te eten. Alors que t'es pas passé par la caisse. Terwijl je nog niet bij de kassen bent gegaan. Qu'est-ce qui va se passer? Wat zal gebeuren? On va te traiter de quoi? De qui? Hoe gaan ze jou behandelen? Voleur! Je wordt behandeld als een dief. Tu trouves une femme dans la rue. Je ziet een vrouw op straat. Psst, psst, psst. Je roept haar. Elle s'arrête. En ze houdt je. La drague. En je versiert haar. Elle t'accepte. En ze accepteert jou. Vous couchez ensemble. En jullie gaan samen naar tu bed. Tu es un voleur. En je bent een dief. Est-ce que tu as payé? Heb je betaald? Je veux dire, est-ce que tu l'as épousée? Dat betekent, ben je met haar getrouwd? Nee. Donc, à chaque fois que tu couches avec elle, tu voles. Elke keer wanneer jullie samen naar bed gaan, ben je aan het stelen. Alleluia. Amen. Pourquoi? Waarom? Parce que ses parents ne te connaissent pas. Omdat haar ouders jou niet kennen. Donc tu voles l'enfant d'autrui. Dus je bent een kind aan het stelen ook, hun kind aan het stelen. Pourquoi? Waarom? Le maire de ta ville ne te connaît pas. Want de burgemeester van je dorp, van jouw stad, donc kent jou niet. Jullie zijn niet getrouwd verklaard. Je pensais que tu étais le Dieu d'amour, nou, Seigneur. Ik dacht dat u de God van de liefde bent, Heer. Jacqueline. Jacqueline. Oui, Seigneur. Ja, Heer. Viens. Kom. Tu t'habillais toujours sexy. Je was altijd heel sexy aangekleed. En l'air. Je borsten waren open. Ton corps partout en l'air. Je lichaam overal. Je was half bloot. Et tu as fait tomber plusieurs hommes. En je hebt heel veel mannen laten vallen. C'est à cause de toi. Het is dank jou. À cause de ton comportement. Dank jouw gedrag. Que beaucoup d'hommes sont en fait. Zijn heel veel mannen in de hel. Va le rejoindre. Ga naar ze toe. Jullie zullen zeggen, ja, hij overdrijft het een beetje. Jour-là, op die dag. Chewing-gum, merci. Tu le diras au Seigneur. Zal jij tegen de Heer zeggen. Ce jour-là. Op die dag. Un jour. Eén dag. Je dis à un jeune homme de se mettre en règle devant Dieu. Zei ik tegen een jonge broeder om zijn leven in orde te zetten voor God. Il n'a pas voulu. Hij wou niet. Il a envoyé paître. Hij ging weg. Hij ging weg. Hij had scheid aan mij, ja. Des jeunes l'ont attrapé. En jongeren hebben hem gehouden. Ils l'ont attaché à un radiateur. En ze hebben hem vastgehouden. De maison, hein? Ze hebben hem aan de muur vastgebonden. Ils l'ont brûlé vif. En ze hebben hem levendig verbrand. Et il est mort sans Jésus. En hij is gestorven zonder Jezus. Il est en enfer. Hij is nu in de hel. Qui veut abandonner un péché? Wie wilt een zonde verlaten? Gloire à Dieu, on va prier pour vous tout à l'heure. Wij zullen later voor jullie gaan bidden. Écoute-moi. Luister heel goed. Ne joue pas avec ta vie. Speel niet met je leven. Tu peux t'amuser avec tout. Je kan met alles spelen. Mais sauf avec ta vie. Behalve met je leven. Tu peux jouer avec le ballon. Je kan met een bal spelen. C'est pas un problème. Het is geen probleem. Mais ne joue pas avec ta vie. Maar speel niet met je leven. C'est pas un ballon. Het is geen bal. Le ballon, tu peux le changer. Een bal kan je veranderen. Ta vie? Non. Jouw leven niet. T'en as qu'une. Je hebt maar één.
Allez dans les hôpitaux, allez voir comment les gens pleurent. Ga maar naar de ziekenhuis en jullie zullen zien hoe mensen aan het huilen zijn. Allez voir le nombre de gens qui ont le sida, qui meurent. Ga nou kijken naar hoeveel mensen die AIDS hebben, die doodgaan. Cancer, qui meurent. Allez voir ces enfants qui ont le cancer, qui meurent. Ga nou naar kinderen kijken die kanker hebben, die doodgaan. Là vous allez être enseigné. Daarna zullen jullie misschien onderwijs worden. Ne joue pas avec ta vie. Speel niet met je leven. Dans les églises, on nous a, dans beaucoup d'églises, on vous a fait croire que. In heel vele kerkgemeenten. Si vous donnez votre dîme. Laten ze ons geloven als si wij ons tiende geven. Als jullie een gave geven, Dieu, een offer geven. Ben, Dieu va vous accompagner. De Heer zal jullie begeleiden. Ils ne vous disent pas, ils ne vous parlent pas de l'enfer. Maar ze spreken niet over de hel. Ils ne vous parlent pas du jugement dernier. Ze spreken niet over de laatste oordeel. C'est seulement l'argent. Het is maar geld wat ze spreken. Il y a du monde comme ça. En als ik nou zoveel mensen zie. Certains pasteurs africains, même beaucoup. Een Afrikaanse pastor. Je sais pas les Hollandais ici. Ik weet niet voor de Nederlandse hier. Ils ont commencé à dire, non, je vois quelqu'un qui a 1000 euros ici. En hij begint te zeggen, ik zie een iemand die 100 euro, 1000 euro heeft. Ja, toi, c'est un voleur. Zeg tegen je naast, het is een dief. Il voit ton argent, mais il voit pas ton péché. Hij ziet jouw geld, maar hij ziet jouw zonde niet. Amen. Un pasteur divorcé, il faut plus le suivre. Een pasteur die gescheiden is, moet je niet volgen. Amen. Amen. C'est ça la parole. Dit is het woord. Tu as un livre qui est au ciel. Je hebt een boek die boven J'ai is un in livre de hel, qui est au ciel. In de hemel. Ik heb een boek die in de hemel is. Pose-toi la question. Stel je deze vraag. Depuis que tu es né. Sinds je geboren bent. Essaie de voir qu'est-ce que tu as fait pour Dieu. Probeer nou te bekijken zelf. Wat heb je al tot nu toe voor God gedaan? Est-ce que tu as plus menti que Dieu la vérité? Heb je meer gelogen dan de waarheid gesproken? Est-ce que tu as plus volé? Heb je meer gestolen? Est-ce que tu as plus avorté? Heb je meer abortussen gepleegd? Est-ce que tu t'es plus énervé? Was je meer geïrriteerd tegen dingen? Wat heb je gedaan vanaf je geboorte? Essaie de faire le bilan de ta vie. Probeer nou deze te maken een. Probeer nou je leven te examineren. Amen. Amen. Chrétien. Christenen. Met je fraud. Maar je bent zwart aan het draaien. Chrétien, hè? Christenen. Tu ne parles pas ton mari. Maar je spreekt niet tegen je man. Qui n'est pas sûr d'entrer au ciel? Wie is niet zeker om naar de hemel te gaan? S'il meurt là. Naar de hemel, als je dood gaat, na je dood. Wie is niet zeker dat die naar de hemel gaat? Dat je naar de hemel gaat. Mm-hmm. Oké. Okay. Il dit personne peut être sûr. Si. Ja. On peut être sûr. Je kan wel zeker zijn. Oh Dieu. Goed. Qui veut se sanctifier? Wie wil zich heiligen? Amen. Marie. Maria. Oui, Seigneur. Ja, Heer. Tu as passé ta vie à aller sur des sites. Je hebt maar je hele leven verbracht in het porno-site te bekijken. De site pornografiek. De porno-site. Dieu te voit. Son œil te voit. God ziet jou. Zijn oog ziet à jou. À chaque fois que tu caresses ta copine dans le noir, Dieu te voit. Elke keer wanneer je vriendin aan het aaien bent, hij ziet jou. Jeune homme, tu penses pas que Dieu te voit là? Jongeman, denk je niet dat de Heer jou ziet? Bisou, 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 bisou. Dieu te voit. Hij ziet jou. On se moque de Dieu. Wij spelen met de Heer. Marie ne pourra pas te sauver ce jour-là.
Maria kan jij op die dag niet redden. Les gens vont venir, Marie. Mensen zullen komen en roepen Maria. Mama Maria. Moeder Maria. Elle sera pas là. Zij zal er niet zijn. Saint Joseph. Heilige Jozef. Hij is er niet. Saint Pierre. Heilige Petrus. Et ils vont vous dire, Pierre vous dira. En Petrus zal tegen jou zeggen. Moi Pierre, vous êtes demandé de me prier? Heb ik tegen jullie gevraagd om mij te aanbidden? Marie vous dira. Maria zal zeggen. Vous ai-je demandé de me prier? Heb ik het aangevraagd om aan mij te bidden? Bouddha vous dira. En Boeddha zal zeggen. Moi Bouddha. Ik Boeddha. Je pleure ici, je souffre. Ik ben hier aan het lijden, ik ben aan het huilen. Qui vous a demandé de me prier? Wie heeft jullie gevraagd om mij aan te bidden? Alléluia. Amen. Mohammed dira. Mohammed zal zeggen. Moi, qui vous a demandé de passer par moi? Wie heeft jullie gevraagd om aan mij door te gaan? Jezus zei. Je suis le chemin, la vérité, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alléluia. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. Niemand kan tot Vader komen als hij niet aan mij voorbij gaat. Sans Jésus, zonder Jezus. Nous sommes perdus. Zijn we verloren. Et vos pasteurs seront devant. En jullie pastoren zullen voor jullie zelf staan. Apôtre, bishop international, tout ça. Al deze benamingen, apostel, bishop van Nederland, kom. Avec sa soutane, le en hij komt met zijn jurk en hij komt voor God. Soutane et grosse croix comme ça. Met een kleed en een grote kruis die hij op zijn nek draagt. Pourquoi as-tu mangé la dîme de mon peuple? Waarom heb je de tiende voor mijn volk aangenomen? Tu as construit des villas dans le monde entier avec mon argent. Je hebt villa's gebouwd overal wereldwijd met tu mijn geld. Tu as couché avec mes vierges. Je hebt met mijn maagden in de kerk geslapen. Tu as brisé de foyers. Je hebt familie uit elkaar gehaald. Le feu. Vuur. President van een land. Oui, Dieu. Ja, God. Devant. Kom hier. Zelf onze presidenten zullen voor de Heer komen. Pourquoi as-tu provoqué les guerres ici et là? Waarom heb je oorlogen veroorzaakt? Aan het trillen. Le feu. Naar het vuur. Il y aura des rois, er zullen twee koningen, twee koninginnen. De presidenten. De papes. En de paus ook. D'ailleurs, la plupart, ils sont tous, ceux qui ne sont pas repartis, ils sont tous dedans. En de meesten die nog niet bekeerd zijn, ze zijn nu al in de hel. Les enfants que tu as tués en avortant. De kinderen die jij hebt vermoord tijdens abortus. Si tu ne t'es pas repenti publiquement. Als je niet bekeerd bent en het openbaar. Ces enfants vont t'attraper. Deze kinderen zullen jou tegenhouden. J'ai vu une jeune femme métisse. Ik zag een halfbloed, een vrouw. Quand on m'a amené en enfer. Toen ik naar de hel was. Elle me disait, sors-moi d'ici. Ze zei, hou me hier eruit. Quand j'étais sur la terre. Toen ik in de wereld was. Je ne voulais pas prier. Ik wou niet bidden. Je ne pouvais rien faire pour elle. Ik kon niks voor haar doen. J'ai vu des vers de terre, des gros vers de terre, vers de terre. Ik zag heel grote vormpjes. Avec des têtes humaines. Met het hoofd van een mens. En enfer. In de hel. Et il respirait l'air, un air qui était de soufre, qui brûlait leurs poumons. En het adem wat ze gingen ademen was het lijd. J'étais là. Dans le vide suspendu comme ça, je regardais. Ik was erboven en ik was aan het kijken beneden. Satan a infiltré nos églises aujourd'hui. Satan heeft al heel veel kerken beïnvloed. Si vous voulez trouver Satan facilement, allez à l'église. Als jullie de Satan wilt vinden, gaat maar naar de kerk. Si vous voulez pas manger avec le diable, allez dans les églises aujourd'hui. Als jullie met de duivel samen willen eten, ga maar naar de tegenwoordige kerkgemeente. Vous allez me dire, mais il exagère. En jullie zullen zeggen, hij is nu aan het overdrijven. Paul a dit quoi?
Wat zei apostel Paulus? Le diable va s'asseoir dans le temple de Dieu pour se proclamer lui-même Dieu. De duivel zal gaan zitten in de tempel voor de Heer en zal zichzelf als de Heer verklagen. Vous pensez qu'il est où aujourd'hui? Wat denken jullie waar die nu is? Je vous dis une chose. Ik zal jullie één ding vertellen. Là où il y a Dieu. Waar God is, et de délivrance. Zijn er bevrijdingen. Là où il y a Dieu. Waar God is, il y a des conversions. Zijn er bekeringen. Là où il y a Dieu. Waar God is, il y a des confessions. Er zijn mensen die bekeren. Là où il y a Dieu. Waar God is, les sorciers confessent leur sorcellerie. De tovenaars de bekeren. Halleluja. Amen. Là où il y a Dieu, waar God is, il y a la liberté. Is een vrijheid. Si dans ton assemblée, als in jouw kerkgemeente, il y a pas de confession, geen bekering is, si il y a pas de délivrance, geen bevrijding, si les gens donnent l'argent avec peur, avec contrainte, als mensen geld geven met als ze bang zijn om geld Dieu te geven, là-dedans. Dan is er geen God aanwezig. C'est le diable qui est assis. Het is de duivel zelf die plaats si heeft genomen. Ça, en als je doodgaat, dan word je verbrand. Velen zeggen, hij is nu aan het overdrijven. Dit is niet mijn probleem. God zei tegen mij, jij moet roepen. De rest zal ik doen. On ment, nous mentons, nous faisons mentir Dieu. Wij liggen. Là où il y a Dieu, waar God aanwezig les is, gens tremblent. Mensen zijn aan het trillen. Il y a la crainte de Dieu. Er is het vrees van de Heer. Sa présence qui est là. Er zijn aanwezig. Aanwezigheid. Jésus a dit quoi? Wat zei Jezus? Là où il y a deux ou trois s'assemblent à mon nom, je suis là. Waar twee of drie mensen in mijn naam verzameld zijn, ben ik aanwezig. Il y a les nations qui sont attirées. En er zijn naties die getrokken zijn. Si dans ton église. En als in jouw kerkgemeente. Si il y a que des noirs, als er maar alleen donkere mensen alors zijn. Que vous êtes en Hollande, ook al terwijl jullie in Nederland Dieu zijn. N'est pas là dedans, dan is God niet aanwezig. C'est le diable qui est là-dedans. Het is de duivel die zelf aanwezig is. Où sont les Hollandais? Waar zijn de Hollanders? Où sont les métis? Waar zijn de halfbloeden? Où sont les gens de Zille? Waar zijn mensen uit Azië? Antillen. Si le pasteur est congolais, il y a que le congolais. Als de pastoor een Congolees is, zijn er alleen de Congolezen in de kerk. Si un Hollandais vient là-bas, als een Hollander daar komt, il se sent étranger dans son propre pays. Dan zal hij zich vreemd voelen, zal hij zich een vreemdeling voelen in zijn eigen land. Et si y a une agape, en als er een, si y a un mariage, als er een bruiloft is, een feest, y a même pas de spécialité hollandaise, y a er zijn er zelf geen Nederlandse gerechten, er zijn alleen maar Afrikaanse gerechten. Vous n'êtes pas des missionnaires, vous êtes des colons. Jullie zijn geen missionaires. Vous êtes des colons. Vous êtes des colons. Jullie zijn de kolonisaties. Amen. Jullie zijn niet gekomen om te integreren, maar jullie zijn gekomen om te koloniseren. Alleluia. Amen. Est-ce que vous voulez que je parle encore? Willen jullie dat ik spreek? Tiens, ton voisin, il va parler zeg encore. Tegen je naast, hij zal doorpraten. Même si tu ne m'aimes pas, c'est pas mon problème. Ook al hou je niet van mij, het is mijn probleem niet. Il fallait pas venir ici, faut entendre ça. Nou, je had beter niet hier moeten komen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Avant la prière, il faut la parole d'abord. Voor het gebed moet eerst het woord. Vous connaîtrez un apôtre, vous serez délivrés. Jullie kennen een apostel en zullen bevrijd worden. Vous connaîtrez le pape et vous serez délivrés. Jullie kennen de paus en jullie zullen bevrijd worden. Vous connaîtrez une église et vous serez délivrés. Jullie zullen een kerk kennen en bevrijd worden. Nee. Zeg tegen je naast nee. Vous connaîtrez là. Jullie zullen de waarheid kennen. Et la vérité. En de waarheid zal jullie bevrijden. Halleluja. Amen. Zeg ton voisin, je veux être libre. Zeg tegen je naast, ik wil bevrijd worden. On va dehors. We gaan naar buiten. On va évangéliser. Dan gaan we evangeliseren. Et on dit aux gens. En men zegt tegen mensen. Venez dans mon église. Kom naar mijn kerk. Venez dans notre église. Kom naar ons kerk. Zeg ton voisin, ça ce n'est pas l'évangile. Zeg tegen je naast, dit is niet het goede evangelie. Amen. Venez à Jésus. Kom tot Jezus. Allez voir Jésus. Kom naar Jezus. Allez dans son royaume. Ga naar zijn koninkrijk. C'est ça le message, frère. Dit is het boodschap eigenlijk. C'est ça l'évangile, frère. Dit is het evangelie, c'est ça la parole. Dit is het woord. C'est ça la parole. Dit is het woord. Halleluja. Halleluja. Je veux ce soir, je prie que que ton âme soit arrachée de l'enfer. Mijn gebed is dat je ziel uit de hel wordt gehaald.
L'alcool. Alcohol. C'est toi. Dat ben jij. Drinken. Zuipen. La cigarette. Sigaret. C'est toi. Dat ben jij ook. Pourtant. Terwijl. C'est écrit dessus, fumer tue. Terwijl het opstaat, roken dood. Et Dieu dit, tu ne tueras pas. Maar je bent jezelf aan het dood. Tu tues. De Heer zegt, je zal niet doden, maar jij doodt jezelf. Qui veut arrêter la cigarette? Wie wilt ophouden met het roken? Levez les mains, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes là. Jullie handen omhoog, heel graag. Ik weet dat jullie hier zijn. Voilà, merci. Dankjewel. Merci. Dankjewel. Aujourd'hui. Vandaag. Dieu va vous sauver. Zal de Heer jullie redden. Alléluia. Amen. Il y en a qui vont dire, les religieux diront, il est dur. Er zijn mensen die zeggen, hij is heel moeilijk. C'est ça les religieux. Maar dit is religieus. Parce qu'ils aiment être caressés. Want ze willen altijd gestreld worden. Oh, tu es gentil. Oh, je bent lief en aardig. C'est ça gentil, hein? Ja. La gentillesse. Het aardigheid. N'est pas un fruit de l'esprit. Het is geen vruchten van het geest. Alléluia. Amen. On va vous distribuer de l'eau. Jullie krijgen water. Levez la main si vous avez besoin d'une bouteille. Willen jullie handen omhoog als jullie water willen? Voor degene die water willen. Handen omhoog graag. On a chaud, hein? Het is heet, hè? Wauw. On peut pas ouvrir un peu la porte ici, non, c'est pas possible. Kunnen wij de deur een beetje openen? Oh, c'est bon. Hein? On a le airco. Ils vont mettre. Ouais, ouais. OK. Voyez comment ça fait du bien l'eau? Zien jullie hoe doet het goed water? La parole de Dieu. Het is het woord van God. Missionnaire. Oh Dieu d'Israël. God van Israël. Qui réalise que la vérité n'est presque plus prêchée dans nos églises? Wie herkent eigenlijk dat de waarheid niet meer in de meeste kerkgemeenten wordt gepreekt? Pourquoi votre avis? Waarom volgens jullie? Pourquoi? Waarom? Il veut bien avoir le microphone pour parler. Ten eerste, die pastor, die zogenaamde priesters, la première chose, die valse priesters, ze denken altijd aan zichzelf, wat u zelf net ging prediken hier. La première de chose, le sacrificateur de ces temps, il pense à eux-mêmes. Dus ze denken alleen aan het geld, ze willen mensen hun geld leegzuigen. Ze willen die mensen in de kerk leegzuigen. Donc il veut voler en fait le gens dans les assemblées. Omdat ze alleen maar aan geld denken. Parce qu'il pense que à l'argent. Het ware woord van de Heer Jezus Christus niet doorgeven. Il veut pas annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ. En daarom hebben we dat. C'est pour cela nous avons tout ça là. Nous vivons tout ça là. OK. Oui, la sœur. Mon zuster. Er zijn veel blinde leiders. Ja, beaucoup de veel valse herders, veel valse profeten met ongehoorzame geesten. Volgens mij in Jeremia 10, vers 21. Ja, beaucoup de serviteurs qui sont aveugles, mais qui conduisent le peuple aussi. Maasten zijn God ongehoorzaam. Ils ne sont pas obéissants. Leiden plus. Het volk hoe hun willen leiden. Ils conduisent le peuple comme zegenen de mensen in het vlees. Ils bénissent le gens selon la chair. En bedriegen zelf ook. Mais eux-mêmes, ils mentent. Zijn rebels, pastors zijn zelf rebels. Ze zijn doen net als ze heilig leven.
Jeremia 10, vers 21. De herders van het volk hebben hun verstand verloren. Ze volgen God niet meer en vragen zich niet af wat hij wil. Daarom falen zij voortdurend en zal hun kudde uiteengejaagd worden. Ja, pastors klagen. Zeuren om geld. Willen geld hebben voor een beter leven. Ils sont là pour acclamer, als je Ezekiel 34 leest. Pour avoir un belle Jezus vie. Christus is nog steeds de goede herder. Mais je vous dis, en we Jesus moeten Christus allemaal Jezus Christus le bon volgen. Berger. Nous tous, we zijn allemaal, nous devons we zijn allemaal volgelingen van Jezus Christus. Nous sommes les disciples hij is de weg de en de waarheid en het leven. C'est lui qui est le chemin, en als hij dienaren aanstelt. Als God je dienaren aanstelt. Et si Jésus moeten zij de waarheid in hun hebben. Gods geest. De parler la ze moeten vol zijn van Gods geest en God gehoorzamen. Nederige leiders. Geen rebelse ongehoorzame pastors. Nous avons pas besoin de pasteurs rebelles. En vele pastors denken dat ze de vijfvoudige bediening weg kunnen werken. Jezus is de vijfvoudige bediening. Jezus is de herder, de evangelist, de grote hoofdprofeet, de grote apostel. C'est Jésus en God stelt mensen aan. Maar er worden veel mensen ingezegend, ook gehuwde echtparen, die niet door God zijn geroepen. Mag ik alsjeblieft vertalen? Mag ik alsjeblieft vertalen in het Franse taal? Ja. Dankjewel. U kunt nog een keer heel rustig, zodat ik het kan vertalen. Er zijn veel echtparen die worden ingezegend. De pasteur, u bénit de mariage. Ook in het vlees. Aussi charnel. Vriendjes politiek. Et ils ont des amis de politiciens. Pasteur zegenen hun broer in als pasteur. Le pasteur il bénit leur propre frère comme pasteur. Als ze naar het buitenland gaan. Pour les envoyer dans l'étranger, dans le pays étranger. Die broer is geen pasteur. Et le frère ne même pas pasteur. Vervuilt de hele gemeente. Et il va détruire l'assemblée. Mensen komen niet echt tot bekering. Le gens, il ne se répond plus. Het huis van God, ze doen maar wat ze willen. Dans la maison de Dieu, ils font du n'importe quoi. Misbruiken de naam van Jezus. Et ils sont là pour utiliser mal le nom de Jésus. Pour hun eigen einddoelen. Pour leur propre bien. En ze kunnen allemaal de naam van Jezus gebruiken. Il utilise le nom de Jésus. Maar er zijn velen die onder een kracht werken. Mais il y a beaucoup qui sont là dans la puissance de ténèbres. En ze zeggen het is de kracht van Jezus of van God. Et ils disent que c'est la puissance de Dieu. Maar het zijn gewoon demonische krachten die de duivel ze geeft. Ce sont les démons en personne. Matthäus 7 vers 21 tot 23 zegt wat de pastor vandaag prediken over, ook over wanneer God Jezus zal zeggen ga weg van mij. Ce que la Bible nous dit, il y aura beaucoup de pasteurs qui vont crier Jésus, Jésus, mais Jésus allait dire je vous connais pas, loin de moi. Dat was hetzelfde woord wat God me gaf voor deze tijd, ook Matthäus 25. C'est ça, c'est la parole que Dieu me donne dans le passage de Matthieu. Vers 41 tot 46. Matthieu dans le passage de 40 dat de Heer zal zeggen ga weg van mij. L'Éternel dira loin de moi. Pastors denken tegenwoordig niet aan pasteur, het volk van God. Le pasteur ne pense plus aux âmes. Om onder te kijken wie lijdt. Il ne pense pas, il ne regarde pas à ceux qui souffrent. Als je niet te eten hebt, moet je naar de voedselbank. Si tu n'as pas à manger, tu dois aller. Il y aura d'autres gens de païens qui vont te nourrir. De pasteur manipuleert de kerk en le kan pasteur sont là pour manipuler l'église pour avoir le contrôle sur l'église. Soms praat de pasteur over die Izebelgeest. Il y a des fois de pasteur qui parle de l'esprit. Maar soms zijn hij en zijn vrouw zelf Izebel en Ahab. Mais ce sont eux-mêmes qui volent. En manipuleert het volk gewoon en leidt het volk. Ils sont en train de manipuler le peuple. Hoe ze het volk willen leiden. Et il conduit le peuple selon leur propre volonté. En iedereen roept amen, prijs de Heer, ja pastoor. Maar hun leven is nog steeds vuil en vies en de pastor is nog steeds vuil en vies. En het is gewoon een feest in de kerk. Amen. Si, ja, het is waar. Si la vie d'un maar het is een valse waarheid. C'est la même aussi le pasteur, sa propre vie est sale aussi, mais ils sont là en train de fêter. God is nu mensen aan het oproepen. Dieu est en train d'appeler les gens die heilig en rein willen leven. Appel de gens qui veulent marcher dans la sanctification. Die hem willen gehoorzamen. Les gens qui veulent obéir. Volgelingen van God. Le disciple de Dieu. Die zich kinderen van God die zich door de Geest laten leiden. Les enfants de Dieu qui se conduit selon le Saint-Esprit et non selon le pasteur. Romeinen 8 vers 14 zegt. Romains 8 14. Zij die door de Geest geleid zijn zijn echte zonen en dochters van God. Ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit ce sont eux le véritable enfant de Dieu. En als je echt wil weten wat God wil doen voor deze tijd, hoef je geen profeet te zijn. Dieu veut faire avec dans notre temps,
Aanbid God in je stille tijd. Wijs je toe aan God. Heb een relatie met God. En vraag de Heilige Geest wat hij wil doen voor deze tijd. Daar hoef je niet echt naar een pastoor voor te gaan of een profeet. Il faut pas suivre le faux prophète. En God gaat mensen die hem toewijden, aan hem toegewijd zijn en echt heilig willen leven gebruiken. En het maakt niet uit of hij een alleenstaande moeder gebruikt. Als een alleenstaande moeder of alleenstaande vader heilig leeft voor God. Femme seule, même si tu es un homme seul, kan God die persoon gewoon gebruiken. Dès que tu crains Dieu, il va te utiliser aussi. Een jongere of oudere, gehuwd of ongehuwd. Jeune ou vieux, marié ou pas marié. God gebruikt wie hij wil en doet Dieu wat hij wil. Utilise ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut. En God is nog steeds de almachtige. Et Dieu est toujours en le niemand wint van God. Et personne est au-dessus de lui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je vois que les cœurs sont remplis. Ik zie dat heel veel harten vervuld zijn. Remplis de souffrance. Gevuld met lijden, met leid. Vous savez quoi? Weten jullie wat? Nous parlons du jugement dernier. Wij spreken over het laatste oordeel. Du jugement du grand trône. De oordeel van de troon. Et sachez, en weet goed que la plupart de ceux qui se disent chrétiens, de meesten die zich christenen benoemen, s'ils meurent comme ça dans cet état là, als ze in hun tegenwoordige staat sterven, ils vont en enfer. Dan gaan ze naar de hel. Pour moi, voor mij, selon ma conclusion, volgens mijn conclusie, nos églises sont devenues, onze kerken zijn geworden tegenwoordig, des arrêts, zijn de bushalte geworden, des gares de train, er zijn treinstations, où les gens vont attendre des trains ou des bus qui les conduisent en enfer. Voor mensen die wachten op de treinen of bussen die hun tot de hel gaat leiden. Parce que la plupart des gens qui nous fréquentent, qui fréquentent l'assemblée, ne sont pas convertis. Want de meeste mensen die naar de kerk gaan, zijn eens niet bekeerd. Le mensonge est banalisé. Leugens verspreidt zich, is heel normaal. Je prends un exemple. Ik wil een voorbeeld nemen. Ton téléphone sonne. Jouw telefoon is aan het bellen. Tu dis à ton fils. Je zegt tegen je zoon. Dis que maman n'est pas là. Zeg tegen die persoon, moeder is niet aanwezig. Tu es une menteuse. Je bent een leugenaar. Qui le fait souvent? Wie doet dit heel vaak? C'est du mensonge. Dit is leugen. Tu dois te repentir. Je moet je bekeren. Les menteurs n'entreront pas. Leugenen zullen niet naar de hemel gaan. Tu dis à quelqu'un? Je zegt tegen iemand. Avec qui tu as rendez-vous? Met degene met wie je een afspraak hebt. J'arrive dans 5 minutes. Ik ben om 5 minuten ben ik hè. Alors que tu sais pertinemment que tu vas arriver dans 3 heures. En je weet heel goed dat je na 3 uur zal aankomen. Tu es menteur. Je bent een leugenaar. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Wat laat zien dat je een christen bent? Les païens sont ponctuels. Ils arrivent à l'heure. Toi chrétien, tu arrives en retard. De zondaren zijn zelf op tijd, maar jij christen, je bent altijd te laat. T'es pas un modèle. Je bent geen model. Je bent geen goede voorbeeld. Je vous dis une chose qui peut vous choquer. Ik wil jullie één ding zeggen. Dit gaat jullie choqueren. La plupart même des chrétiens d'origine étrange, d'origine africaine, ne sont pas chrétiens. Meeste buitenlandse christenen zijn geen christenen. Vous prenez un chrétien africain d'un côté, vous mettez un européen, pas forcément blanc, mais un européen qui a la culture européenne. Mm-hmm. Vous le mettez de l'autre, l'européen qui est païen est à l'heure, le chrétien est tout le temps en retard. Neem een voorbeeld. Wij nemen een buitenlandse christenen en dan nemen wij een Europese, een iemand met de Europese mentaliteit. Degene die buitenlandse christenen is altijd laat, maar deze Europese is op tijd. Il faut une réforme. Wij moeten echt anders denken. Il faut une repentance. Wij moeten anders denken, bekeren. Il faut un retour à Dieu. Wij moeten naar de Heer keren. Sinon. Anders c'est fini pour nous. Is het afgelopen voor je ons. Vous dis la vérité. Ik zeg, dit is de waarheid. Dieu m'a amené au ciel. De God heeft mij naar de hemel gebracht. Le trône. Ik was voor zijn troon. Il m'a dit, hij zei tegen mij. Beaucoup de pasteurs, heel vele pastoren. Après avoir gagné les âmes, nadat ze de zielen hebben gewonnen. Ils me le présentent et ils repartent avec. Ze stellen al deze zielen aan mij voor. En dan nemen ze hun terug. Vous savez, weten jullie?
Un couple qui se marie. Een koppel die net getrouwd is. Le mariage est à 15 heures. De huwelijk is om 5 om 3 uur bij de gemeente. Ils arrivent à 16 heures. En ze komen om 4 uur. Vous pensez qu'ils sont vraiment éduqués, ces gens-là? Denken jullie dat deze mensen echt een educatie hebben? Nous proclamons Jésus de lèvres. Jésus, wij verklagen Jezus alleen met onze lippen. Mais où sont les fruits? Maar waar zijn de vruchten? Qui veut se repentir? Wie wil bekeren? Un pasteur est venu me voir. Un pasteur is gekomen mij te zien. Je lui ai dit, comment as-tu fait ta demande de papier? Ik zei tegen hem, hoe heb je eigenlijk je verblijfsvergunning aangevraagd? Il m'a dit, j'ai menti. Hij zei tegen mij, ik heb gelogen. Je lui ai dit, tu es menteur. Ik zeg tegen hem, je bent een leugenaar. Si tu veux collaborer avec moi, als je met mij samen wilt werken, va voir la police et dis la vérité. Ga naar de politie, naar de vreemdelingenpolitie. Il a disparu. Hij is weggegaan. Un frère vient me voir pour la prière. Een broeder is gekomen voor een gebed. Il me dit, prie pour moi parce que je suis convoqué au tribunal pour mes papiers. Hij zegt, bid voor mij omdat ik naar de rechter moet gaan vanwege mijn verblijfsgunning. Dieu m'a dit qu'il a menti. De Heer zei tegen mij, hij heeft gelogen. À la police. Hij heeft gelogen bij de politie. Je lui, comment as-tu fait ta demande de papier? Ik vroeg hem, hoe heb je deze aanvraag il gedaan? Dit, menti. Hij zei, ik heb gelogen. Je lui, tu veux que je valide ton mensonge? En wil jij dat ik toestem met je leugens? Qui s'aperçoit qu'il est loin du royaume de Dieu. Wie herkent dat hij heel ver van het koninkrijk van God is? Il y a un seul homme qui a levé la main. Er is maar één iemand die zijn handen omhoog heeft gehouden. Ça fait 10 ans que tu fréquentes ton assemblée locale. Het is nu al 10 jaar dat je in een kerkgemeente bent. Je te pose une question. Ik stel je een vraag. En 10 ans, in 10 jaar. Combien y a-t-il eu de conversion? Hoeveel mensen hebben zich al bekeerd dank jou? Combien y a-t-il eu de baptême? Hoeveel mensen heb je al gedoopt? Combien y a-t-il eu de confessions publiques? Hoeveel mensen hebben een zonde uitgebracht voor mensen? Qui croit que Jésus est la lumière? Wie gelooft dat Jezus het licht is? Et là où y a la lumière, en waar een licht zich bevindt, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. De duisternis kan niet langer donc, blijven. Si Jésus est quelque part, als Jezus ergens les is, gens ne vont pas cacher longtemps leur péché. En mensen kunnen hun zonde niet langer houden. Amen. Amen. Dieu va dévoiler les choses. God zal deze openbaren. Paul le dit dans 1 Corinthiens 14. Paulus zegt in 1 Corinthiens 14. 14. 14. Okay. Beaucoup veulent prêcher. Vele mensen willen preken. Beaucoup veulent connaître leurs dons. Vele mensen willen hun gaven kennen. Beaucoup veulent connaître leur ministère. Vele mensen willen hun roeping kennen. Mais combien connaissent-ils Dieu? Maar hoeveel ken jij God? J'avais une question, jeune homme. Je hebt een vraag, jongeman. Ouais. En fait, c'est vraiment pas une question. Het is niet echt een vraag. Ce sont des choses que le Seigneur me met à cœur. Maar het zijn dingen die de Heer mij in hart zet. Premièrement dire que ik wil notre Dieu est souverain.
dat God de Allemachtigste et que le problème c'est pas seulement ces pasteurs là ou ces faux prophètes là que le peuple de Dieu suit aujourd'hui, parce que ces gens là la Bible nous enseigne qu'ils seront toujours là. Mais le problème c'est sont les désirs de nos cœurs que nous voulons satisfaire, et nous essayons à chaque fois de nous moquer de Dieu. Réellement nous ne cherchons pas Jésus, parce que il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Moi, je crois que réellement, personnellement, quand tout un chacun revient à Jésus et qu'il cherche à créer une intimité avec ce Dieu-là, on ne peut pas continuer à se laisser tromper, se mener de gauche à droite par n'importe quoi. C'est ce que j'avais à dire. Hij zegt volgens hem, wat de Heer tegen hem zegt, is als er al deze valse profeten bestaan en mensen misleiden, het is niet dank al deze valse profeten, want ze zullen altijd bestaan, maar het is omdat de mens de verkeerde weg heeft gekozen en de mens volgt zijn eigen lust en verlangen. Dus wij zullen bidden tot de Heer om ons eigen intimiteit met de Heer te gaan bouwen, een band met de Heer bouwen. Je suis d'accord avec toi parce que la Bible en parle aussi. Ik ben helemaal eens met jou, want de Bijbel spreekt het ook. Mais les conducteurs sont sévèrement punis par Dieu. Maar de leiders zijn gestraft door de Heer. Parce qu'ils ont la charge, la responsabilité. Want ze hebben deze last. D'enseigner la vérité aux gens. De verantwoordelijkheid om het woord te leren, om te onderwijzen. Quand Jésus est venu sur terre. Toen Jezus op aarde was. Il a beaucoup réprimandé les conducteurs. Hij heeft heel veel tegen de leiders gesproken. Tu es marié? Ben je getrouwd? Tu vis avec quelqu'un? Leef jij samen met iemand? Tu vas dans une assemblée? Ga jij naar een kerk? Est-ce que tu partages ces choses avec ton pasteur? Ben jij ook, deel jij ook dit met, samen met je pastoor? D'accord. Ik geloof niet dat wij zelf, dezelfde geest hebben. Et je crois que Dieu va te sortir de là. En ik weet dat de Heer jou ooit zal eruit halen vandaar. Je t'ai vu habillé, je pose cette question parce que je t'ai vu habillé en Jean-Baptiste. Ik zag je aangekleed, ik zag een beeld van jou zoals Johannes de Doper. J'habite la Hollande. Woon je hier in Nederland? Je crois que Dieu va se servir de toi pour casser beaucoup d'entreprises ici. Ik weet dat de Heer jou zal gebruiken om heel veel bedrijven, kerkbedrijven te vernietigen. Pour dire la vérité aux frères et sœurs. Om de waarheid te spreken tegen broeders en zusters. Il faut te préparer. Bereid je voor. Ce que je ressens dans mon cœur par rapport à la Hollande, wat je ik voel in mijn hart vanwege Nederland, comme over un Nederland, pays avec des forteresses partout. Het is een land. Hein? C'est l'image que Dieu me donne. Het is het beeld wat de Heer mij geeft. Des forteresses spirituelles terribles. Vous êtes comme oppressés. Mensen zijn onderdrukt. Qui sent cette oppression dans ce pays? Wie voelt deze onderdrukking in deze land, in Nederland? Ce que je ressens, c'est qu'il y a des pasteurs qui sont venus avec l'onction et qui ont tout perdu. Pastoren zijn gekomen met een zalving, maar ze zijn alles kwijtgeraakt. Il y a un gros démon de homosexualité au-dessus de la. Er is een heel grote demon van homoseksueel boven Nederland. De la ville ici. Boven deze stad. Et ce que Dieu me montre, wat de Heer mij laat zien, toute cette nation, al deze naties, ça va vous choquer, hein? Dit zal jullie choqueren. En fait, la porte pour accéder à cette nation, maar de deur om in deze natie door te dringen, est comme l'organe de reproduction féminin. Is net als de vrouwelijke organen. C'est pour cela que Dieu va susciter des hommes et des femmes qui ont l'autorité de Christ daarom pour zal, libérer son peuple. Amen. Daarom zal de Heer vrouwen en mannen en vrouwen opwekken die de autoriteiten van Christus hebben. Amen. Amen. Ils ne vont pas dans les assemblées parce qu'ils vont être chassés de là. Ze zullen niet naar de kerk gaan, want vandaar worden ze verjaagd. Ils sont solitaires. Ze zijn eenzaam. Ils seront solitaires. Ze zullen eenzaam zijn. Comme de Jean-Baptiste. Zoals Johannes de Doper. Ici et là. Hier en daar. Mais ils vont amener le jugement de Dieu à chaque maar fois. Ze zullen de oordeel van de Heer brengen. Oh, alléluia. Une onction prophétique ici. Er is een profetische zalving daar zo.
Jesus. La particularité de ce que Dieu va faire ici, c'est le ministère prophétique. En apartheid wat de Heer zal doen is het profetische zalving, beroeping. Dieu va susciter un mouvement de prophètes. De Heer zal profeten opwekken. De prophétesses. Prophétesses. Avec des épées. Met een zwaard. Avec des manteaux prophétiques. Met een profetische mantel. Jesus. La main de Dieu de hand van de Heer va vous secouer. Zal jullie redden. La main de Dieu de hand van God sera tellement forte sur vous. Hij zal zo sterk aanwezig zijn op jullie. Que partout où Dieu vous enverra, vous allez amener la terreur de Dieu. Dat overal waar jullie zullen gaan, dat mensen de vrees van de Heer zullen krijgen. On va beaucoup vous blesser. Ze zullen jullie veel blesseren. On va beaucoup vous lapider. Ze zullen jullie verstenigen. Mais la gloire de Dieu va vous accompagner. Maar de glorie van de Heer zal jullie au begeleiden. Yeshua. In naam van Jezus. O Dieu d'Israël. God van Israël. Je vois des jeunes. Ik zie jongeren. Complètement fous. Die helemaal gek zijn. Complètement passionné de Jésus. De passie, hun passie is Jezus. Que Dieu suscite ici. En de Heer is hun aan het opwekken. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Ça va toucher beaucoup de jeunes. En dit zal heel veel jongeren ook raken. Heel veel jongeren zullen geraakt worden. Heel veel jongeren zullen geraakt worden. Beaucoup de jeunes. Heel veel jongeren. Je vois des trompettes. Ik zie trompeten. Qui sont données aux jeunes. Die gegeven zijn aan jongere qui mensen. Sont données aux moins jeunes. Ze zijn gegeven aan jongere Et mensen. Je les vois en train de sonner en ik trompette. Zie hun aan het blazen. Alleluia. Dieu me dit de vous dire qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ik moet tegen jullie zeggen, zijn laatste woord is nog niet gesproken. Je vois quelques homosexuels que Dieu va toucher. Ik zie heel veel homoseksuelen die de Heer zal raken. Je vois beaucoup de jeunes drogués. Ik zie heel veel jongeren die drugs gebruiken. Dieu va visiter puissant. De Heer zal hen tegenmoeten heel Au krachtig. In naam van Jezus. Mm-hmm. Alleluia. Et la gloire de Dieu. En de glorie van de Heer. Va beaucoup vous surprendre. Zal heel velen van jullie verrassen. L'image que Dieu me donne, het beeld wat de Heer mij nu geeft. C'est un, je vois un grand jardin, ik zie een heel grote tuin. Rempli d'arbres fruitiers, gevuld met heel veel bomen met vrucht. Met et vruchten, les fruits sont mûrs. En de vruchten zijn al rijp. C'est la moisson. Het is het oogsten. Dieu me montre, de Heer laat me zien. Qu'il est en train de sortir son peuple des bâtiments d'église. Want hij is nu zijn volk uit aan het halen van kerkgemeenten. Beaucoup de chrétiens se retrouvent dans leur maison. Heel veel christenen bevinden zich in Et hun le huizen. Feu va prendre en le feu de vuur zal va prendre la gloire. En de vuur zal de glorie overnemen. Woe. Il y a des choses qui arrivent ici. Er zijn dingen die aan het aankomen zijn. Vous savez quoi? Dieu veut sauver beaucoup, beaucoup d'Européens, beaucoup Weten de personnes. Jullie, God wil heel veel Europeërs redden. Heel veel mensen wil hij redden. Dieu veut écrire, inscrire leur nom dans le livre de vie. God wil hun namen opschrijven in het boek van het leven. Et il se trouve que c'est toi que tu appelles. En het is jij die hij roept. Pour être partisan de ce réveil. Om deze opwekking te bouwen. Dieu veut que tu participes à la moisson qui God arrive. Wil dat jij deelneemt. Au nom de Yeshua. In naam van Jezus. Je vous assure, en ik verzeker jullie dit. Ceux et celles que Dieu appelle aujourd'hui, degene die geroepen zijn door God. Ne pourront pas être arrêtés par les ze hommes. Kunnen niet meer tegengehouden worden ne door mensen. Pas être arrêtés par les hommes. Mensen kunnen hen niet meer tegenhouden. On va les combattre, mais Dieu va se ze worden bestreden, maar de Heer de God zal voor hen strijden. Tous les dons que tu as reçus, dons de prophétie, visions, tout ça, là, Dieu va les activer, les réactiver. Oh. On t'a longtemps empêché de parler. Heel vaak, lange tijd hebben ze jou tegengehouden om niet te spreken. Aujourd'hui, tu vas parler. Vandaag zal je spreken. Aujourd'hui, ma fille, vandaag, tu vas mijn dochter, zal je spreken. Oh. Mm-hmm.
avant ce grand jugement. Voor deze grote dag. Dieu va d'abord juger Jézabel, juger Babylone. De Heer zal eerst Jézabel oordelen. Babylone oordelen. Et Dieu se sert de ces hommes et ces femmes. En de Heer gebruikt deze vrouwen en mannen. Amener le jugement partout. Om deze oordeel overal te brengen, te verspreiden. Paul, Paulus, Pierre, Petrus, Jacques, Jacobus, Jean, Johannes, Jude, Jude. Ces hommes, deze mannen, ne sont pas morts avec Dieu. Ze zijn niet gestorven met de Heer. Dans notre génération, in onze generatie, il y aura des Paul. Zij zullen in Paulus bestaan. En er bestaan al Paulus. De Pierre, de Jacques et de Jean. De Petrus, Jacobus en Johannes. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont passionnés de Jésus. Dit betekent zijn mannen en vrouwen die passie hebben van de Heer. Ils vont payer le prix pour que les âmes soient libérées de ces chaînes. Ze zullen de prijs betalen zodat deze vrouwen en mannen bevrijd worden van de kettingen. Mokolo moko yotika kikembo na yo. Oyaki nase ondi mayo kufela ngai Omibuli sapona ngai na nabota makite Ondi maki kozu abisika na ngai Opesanga bosantu na yo tango na yamba kiyo Tu m'as dit bon courage car moi j'ai vaincu le monde Yo tambola na mokili yoyo salata lisumote Esu na asengi lisungi ko utana yo Yango kamba kanga na mona kembo na yo Kamba kanga na mona kembo na yo Pona lingi na sili sambangu hoyo Kamba kanga Kamba kangai namona kembo na yo Kamba kangai namona kembo na yo Soki yote mosusu azali te Yesu Kamba kangai namona kembo na yo Panzela mibale yoti ya liboso nanga Ya bomo pe ya kufa olinga na pona ya bomo pamba te olinga ngai ambona ya na mokili olingo na yo Yesu etondi motema na ngai nzoka nde mokili yo etondi mabaku meke kochola pe koina komeka ma epai Nasengi lisungi na yo, kambanga leki na yo Pona lingi na longa etumba oyo Yaya kamba kangai na mona kembo na yo Kamba kangai na mona kembo na yo Pona lingi na sili sambangu oyo Kamba kangai Kamba kangai na mona kembo na yo Kamba kangai na mona kembo na yo Soki yote mosusu azali te Yesu Kamba kangai haleluya Kamba kangai Kamba kangai na mona kembo na yo Kamba kangai na mona kembo na yo Soki yote mosusu azali te Yesu Kamba kangai na mona kembo na yo Soki yote mosusu azali te Yesu Kamba kangai na mona kembo na yo Yaya soki yote mosusu azali te Yesu Kamba kangai na mona kembo na yo